Twente Feyenoord een gelijkspel. Twente was in de eerste helft beter, Feyenoord in de tweede helft. Daarom is dit gelijkspel een juiste verhouding van een wedstrijd die boeide hier in Enschede. Zij Evert ten Apel en wij bieden onze excuses aan voor het feit dat het geluid niet was zoals het moest zijn. Er was een schroefje los en we konden de juiste schroevendraaier niet vinden. Onze cijferman John Frederikstad vond trouwens nog een klein mijlpaaltje in het betaalde voetbal van vanavond. Want het 2000ste gelijke spel sinds de invoering van het betaalde voetbal werd vanavond bereikt. We gaan kijken naar de uitslagen in de Eredivisie. Hier staan ze op een rij. Roda hebben we gezien, Twente hebben we gezien. AZ 67 speelde vanavond gelijk tegen Groningen. Er waren 7500 mensen en AZ zoekt nog steeds naar een spits. PEC Zwolle tegen de FC Utrecht werd 1-1 met doelpunten van Wouters en Kamstra. En bij Utrecht werd Stroomberg de doelman vervangen door Van Ede. NEC tegen Helmond Sport via De Groot en Lubse 1-1. En Visser miste al daar een strafschop. Dan gaan we naar PSV tegen Fortuna. 0-1 bij rust, 3-1 als eindstand met Maas, René van den Kerkhoff, Brands en Koolhof als doelpuntenmaker. Sparta tegen de Eagles 2-2 tegen volgens twee keer Holverda en twee keer Ten Kate. NAC Haarlem 1-1 via Bukkling en Kraai junior. En Excelsior Ajax werd gisteren gespeeld. Het werd 3-0. We kijken nog even naar de doelpunten. U hoort weer Evert ten Apel. Snel genomen via Rijkaard naar Olsen. Retour. En dan Vanenburg. Van Veen. Lerby. En die moet scoren en doet dat ook. Olsen, ondanks de overtreding van Patinama, Lerby op snelheid op links. Olsen is zelfzuchtig. Nu niet, richting Vanenburg, die moet scoren. En doet het ook, het is 2-0. Vanenburg, direct gespeeld op Rijkaard en dan wordt het echt gevaarlijk. Olsen, Vanenburg. Het is 3-0, Gerald Vanenburg. Gisteren gespeeld dus. Ajax wint met 0-3 in het Feyenoordstadion van Excelsior. We gaan kijken naar de stand in de Eredivisie en concluderen dat Roda JC thans alleen aan de kop gaat. Daarachter Feyenoord, Ajax en PSV. Een sprongetje naar Groningen. En dan een middenmoot die gaat tot en met de Go Ahead Eagles. PEC Zwolle staat nog op 1 punt. Israël is terug. En de FC Twente speelt misschien beter voetbal dan de plaats waar ze nu op staan. We gaan naar de uitslagen van de eerste divisie. Vanavond ook gespeeld. Telstar tegen Heracles 2-3. Volendam Vitesse 2-0. Veendam SCV 2-2. Met rood voor André Brouwer. Het waren twee gele kaarten trouwens. FC VVV tegen Eindhoven werd 0-2. En FC Den Haag won na 0-1. Achtergestaan te hebben met 2-1 van Den Bosch. Er waren twee doelpunten van Bram Rondberg. Die heeft er nu 8 in het totaal in 4 wedstrijden. Dus hij gaat de competitie met 64 doelpunten eindigen. DS 79 Cambuur 1-3. MVV De Graafschap 1-0. Met een doelpunt van Marwijk. En dat was dus de eerste goal voor MVV na 423 minuten voetbal. Sportclub Amersfoort Wageningen 0-3. En het Friese Haagje was vandaag vrij. We gaan kijken naar de stand in de eerste divisie. Cambuur en Volendam, daar gaat het goed mee. Achtervolgers zijn FC Den Haag en SVV. Kijkt u het rijtje gewoon af en u weet zo ongeveer waar de ploeg staat die u sympathiek vindt. Volgende zaak wordt dan de Poen. De Toto nummer 35. Vandaag 3-1-3-3. 3-3-2-3. 1-2-1. En een 1. Dan werd er nog meer gevoetbald vandaag. De voorronde van het Europees kampioenschap voor landenteams. U weet wel waar wij een beetje met IJsland bezig waren. Roemenië, Zweden werd 2-0. En Finland, Polen werd 2-3. En in de eerste ronde van de UEFA Cup werd gespeeld Progress uit Luxemburg tegen Servette. En dat werd een 1-0 stand. Goed, dan hebben we de rest van dit programma over voor zeer, zeer knap atletiek. We gaan weer terug naar Athene. We gaan nu luisteren naar Theo Rijtsma en Ben de Graaf. Theo Rijtsma begint zijn commentaar met de finale 400 meter. De 400 meter is vooral een race tussen Jarmila Kratofilova en Marita Koch. In baan 1 zag je daar Sabine Busch, hier de Hongaarse voorkast. In baan 2 dan de wereldrecordhoudster op deze afstand, Marita Koch uit de DDR. Het wereldrecord met 48-60. En net even die Tsjechische Jarmila Kratofilova, dan Irina Baskakova uit de Sovjet-Unie, Gabi Bushman uit West-Duitsland. Volgens Dagmar Rupsam uit de DDR en aan de buitenkant Tatiana Kosembova.